Maandagavond is de brandweer opgeroepen voor een brand in een bijgebouw aan de Kampweg in Uddel. Al vrij snel moest er worden opgeschaald naar een middelbrand en is er extra materiaal opgeroepen. Het ging om een grote uitslaande brand in een schuur. Er waren geen dieren aanwezig, maar wel gasflessen, waarvan er enkele door de brand zijn ontploft. Al gauw werd duidelijk dat de schuur niet meer te redden was en heeft de brandweer voornamelijk ingezet op het behoud van een naastgelegen woning. Brandmeester was omstreeks 9 uur. De schuur is helaas verloren gegaan. De bewoners zijn ongedeerd gebleven en het woonhuis bleef behouden.